Het is stil aan de overkant, op deze zondagmorgen in november. Dit gebied staat ook bekend als het landgoed de Duno, wat gelegen is tussen het Drieltse Veer en kasteel Doorwerth. De rivier de Rijn is de natuurlijke grens tussen de Duno en het Betuwse dorp Driel, het dorp waar ik opgegroeid ben. Met de mededeling van onze ouders, we gaan vandaag wandelen aan de overkant, betekende voor ons een feestdag. Overvaren met de pont en spelen en ravotten op het taluut van de Duno. Vele malen hebben mijn ouders de caravan getrokken. 12 kinderen, 8 broden en ongekende hoeveelheid water, 2 kinderfietsjes en een step vertrok de stoet naar de overkant. Na een vermoeiende dag, rijkelijk voorzien van pleisters en de allerkleinste slapend op onze schouders, vertrok de stoet weer terug naar Driel. Terug van het dagje de overkant. Vele jaren na onze jeugd zijn we hier terug blijven komen. Om te ontspannen van het jachtige leven en op de eerste plaats om te genieten van de vergezichten. Ik vind de vergezichten van de Duno de mooiste van de provincie Gelderland. In het oosten ligt de stad Arnhem en in zuidelijke richting kan men genieten van het Betuwse landschap met aan de horizon de stad Nijmegen. Onderaan het taluut ligt het dorp Driel met zijn kerktorentjes, Uiterwaarde, de Stuw en natuurlijk de Rijn met zijn scheepvaart. De vervallen en ruïneachtige Duno, zoals wij die kenden uit onze jeugd, bestaat niet meer. Zo zijn de huizenhoge rhododendronstruiken waar je onder kon schuilen bij regen, teruggesnoeid tot normale proporties. De wandel- en fietspaden, die toen overwoekerd waren door struikgewas, blad en zand, zijn opnieuw aangelegd. De gevaarlijke en steile trappen en paden in het taluut, waar wij zoveel pleisters opgelopen hebben, zijn uit veiligheidsoverwegingen geheel verdwenen. Stukken muur van het hotel wat hier ooit heeft gestaan, vindt men nog terug in het taluut. Dit hekwerk, wat de afscheiding is tussen het park en het taluut, werd in onze jonge jaren gebruikt als een wipwap. Het lag schuin over het taluut. Ik herinner mij nog een prieeltje wat hier gestaan moet hebben. Het had toen een blauwe vloer met witte steentjes. Deze bank werd door onze ouders gebruikt om te picknicken. Op deze bank hebben wij onze kinderen verhalen verteld over de Duno, over paddenstoelen, kabouters en het enge buitenbos. We hopen hier nog vele jaren terug te komen om te wandelen en de genieten van de natuur en terug te gaan naar onze jeugd. We hopen hier straks ook te wandelen met onze kleinkinderen en dat onze kinderen dan zullen zeggen: pa, ma, jullie hebben gelijk, we gaan met jullie terug naar de overkant.